De baspartij van het lied is vrij eenvoudig. Wat ik gedaan heb is gewoon de akkoorden te volgen. Met erin als laatste een loopje erin. Van het lied heb ik ook weer de akkoorden gevolgd. Dus die. Maar omdat je dan, als je dat doet, een heel saai lied krijgt, ben ik met octaven gaan werken. Dan krijg je dus dit. En ook daar heb ik op een gegeven ogenblik het loopje weer achteraan geplakt, zodat je dus dit kreeg.